het koninkrijk neergedaald? De heer teruggekeerd en heeft hij nieuwe woorden uitgedrukt? Is het allemaal echt? Natuurlijk is het allemaal echt. De heer Jezus is inderdaad teruggekeerd. Het is de vlees geworden almachtige God. De heer profeteerde. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot het westen, zo zal ook de mensenzoon komen. De verschijning van bliksem uit het oosten vervult de voorspelling van de heer Jezus. De Chinese regering en de geloofsgemeenschap veroordelen bliksem uit het oosten. Dit alles bewijst dat bliksem uit het oosten niet de ware weg kan zijn. Dat mogen jullie niet geloven, hoor. Bestuderen en interpreteren de dominees en ouderlingen de Bijbel dan niet? Als we de ware weg willen onderzoeken, zullen we naar ze moeten luisteren. De CCP en de geloofsgemeenschap veroordelen bliksem uit het oosten. We moeten ons er niet meer in verdiepen. De CCP is een atheïstische partij. Ze hebben altijd huiskerken vervolgd. Hoe kunnen we ze ooit geloven als ze een kerk beschuldigen? Kennen dominees en ouderlingen de waarheid? Kunnen ze de stem van de Heer horen? Kunnen ze de verschijning van de Heer herkennen? Joodse religieuze leiders waren goed op de hoogte van de Bijbel en legden die vaak aan anderen uit. Maar toen de Heer Jezus verscheen en zijn werk deed, konden ze toen Gods stem herkennen in de woorden van de Heer Jezus? Lieten ze gelovigen de Heer Jezus verwelkomen? We aanvaarden allemaal dat de almachtige Gods woorden de waarheid zijn. Waarom zou je de veroordeling van hem door de CCP en de dominees en ouderlingen geloven? Zo is het wel genoeg. We moeten naar de dominees en ouderlingen luisteren. Geloof in onze kerk is veiliger. Als iemand in God gelooft zonder Gods woord te horen, maar gelooft in het bedrog van de CCP en de dominees en ouderlingen, kan zo iemand dan een gelovige zijn? Iemand die God volgt? Almachtige God zegt, in jullie zoektocht naar Gods voetafdrukken hebben jullie de woorden God is de waarheid, de weg en het leven genegeerd. En zo, ook al ontvangen zij de waarheid, geloven veel mensen niet dat zij Gods voetafdrukken hebben gevonden. En erkennen zij al helemaal niet het verschijnen van God. Wat een grove vergissing. Het belangrijkste bij het zoeken naar de ware weg is bepalen of het de waarheid heeft, of het de stem van God heeft. Hij die die waarheid kan uitdrukken, moet de verschijning van Christus zijn. Niemand van de verdorven mensheid kan dat. Dat is een waar en onweerlegbaar feit. Maar nu begrijp ik het wel. Als we ons niet richten op Gods stem bij het zoeken van de ware weg, maar luisteren naar de leugens van de Chinese regering en de dominees en ouderlingen, dan verspelen we onze kans om het hemelse koninkrijk binnen te gaan en worden we vernietigd tijdens de grote ramp. Zoals in de Bijbel staat, dwazen sterven door gebrek aan verstand.